mensen, ik ben op Langkawi. Helemaal geweldig hier wel. Het is wel eentje rijden vanaf mijn hotel. Ik heb er zo 3 uur over gedaan, vet maf. Ik kan me niet voorstellen, want voor mij was het echt net nog geen uurtje denk ik of zo. Ik ben al een paar keer gestopt natuurlijk. Wel heel raar, want ik ben hier gewoon niet meer eentje. Het is onwijs rustig op Thailand. Ja, het is gewoon super geweldig hier. Echt gaaf. Verkeer is een beetje wennen, je moet altijd links rijden. Ik heb een scooter gehuurd, dus ja. Vet relaxed. Ik ben nu bij Eagle Square. Zoals jullie kunnen zien. Vet groot ding. Vet mooi gemaakt. Relaxed. Dan ga ik straks lekker terug. Ik ga liever bij een food court eten. Dat is allemaal saté en lumpiaatjes en noem het maar op. Gewoon allemaal rijst en zo. Gewoon echt een onwijs goedkoop. Gewoon. Het is echt niet normaal. Echt voor nog geen 2 euro heb ik gewoon een hele maaltijd met alles erop en eraan. Gewoon echt drinken, alles. En je zit stampvol. Echt niet normaal. Nou, ik. Zie jullie later. Even kijken nog of een malle kop ik heb. Oké. Later. We zitten er eigenlijk in. Mag ik wel een keer? Hij was natuurlijk net weer gesloopt. Ja, word ik ook gek van. Komt door het weer. Het verandert hier heel snel met de bergen. Dan heb je vrij snel regen. Ja, dan gaat hij gewoon niet meer. Stoppen ze ermee. Dan hebben ze er geen zin meer in. Thailand. Vest hoog in de chill. Ach man. Daar is maar die soort naar beneden. Om precies te zijn. Daar is mijn huisje ergens. Daar is wel heel vet. Langkawi is echt geurig gaaf. Elke dag die scooter gehuurd dus. Ja, dat is wel helemaal gaaf. Maar het is gewoon heel eind rijden, even goed. Het is gewoon 3 kwartier rijden sowieso als je gewoon goed doorrijdt. Vanmorgen had ik er 3 uur over gedaan. Ja, stop hier en daar. Ja, dus vandaag. We hebben hier nog de Seven Wells. Even kijken daar. Om de watervallen. Nou, vanmorgen even heen, denk ik of zo, ik weet het niet. Even kijken. Morgen heb ik een tour. Met een mountainbike door de bergen en door de rijstvelden. Ja, wordt ook vet. Nou, ik ga even foto's nemen. Ballen. Het is 650 meter. Het is mijn resort.
verder. Het is wel even eng, zeg. Ik het schitter alle kanten net. Maar een meesterlijk uitzicht gewoon. Het is echt niet normaal. Allemaal vogels. Heel veel apen. Van apen op de weg. Van die grote lizards. En of je op het dak van de wereld bent. Nou, let op. Schudden en beven, alle kanten op. Plak hier, 705 meter hoog. Oh jezus, dat is raar. Ja, en die stomme brug, jongens, die is gewoon 2 maanden dicht. Zolang kan ik hier natuurlijk wel blijven, maar ja, dan ben ik mijn baan ook kwijt, denk ik. Ach ja, wat een top uitzicht. Dit is echt niet normaal. Dit is echt heel vet om te zien. Zelf een portretje weer. Ja, dat is heel gaaf dit. Absoluut. Het is... Ik 5 uur 's middags of zo. Zoiets. Ik ben alweer bijna boven hier. Zoiets daar. Andere eilandje. We gaan gewoon een keer door. Schudden. Vanavond nog door het donker moet ik mijn was halen. Om 8 uur is het al donker. Hier. Misschien wel of we in het donker kunnen rijden. Ja, het is echt gaaf. Ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Lekker rust. Op het resort is het ook onwijs rustig. Je hebt er een onwijs gezellige bar. Echt met live muziek en zo. Alles van hout en zo. En het uitzicht, dat is schitterend. Echt super. Met mijn Langkawi shirt. Net gekocht. Hoe duur? Volgens mij nog geen 4 euro. Of, nee, 4 euro of zo. Ja. Ja, 5 euro. Ja, 5 euro. Ja. Oriental Village. Heel leuk. Dan heb je food court zitten. Daar ga ik denk ik gewoon elke keer eten, want het is zo goedkoop. 5 ringgit heb je al echt een onwijs volledige maaltijd. Ongelooflijk. Het is echt onwijs weinig. Het is 2 euro. Thank you.
vet. Hoe dichtbij kan je het hebben? God zal me zeggen, het lijkt net de dierentuin wel. En daar wilde ik net gaan zitten. Zelf nou. Ja, vriend. En al die mensen nou op jouw terrein. Thank you.
ik weer helemaal in mijn eentje bij deze waterval. Geweldig. Ik zal even vinden. Ik ben er wel. Het is meer een stroomversnelling hier, maar ja. Oh ja, daar nog. Grappig. Vandaag ook even de hoogste berg op met de scooter. Ga ik straks heen. Ik zit al te wachten op de apen wanneer die komen, want ze zijn er eigenlijk altijd. Oh, kijk nou, hier mensen. Mensen, ben er weer. Nou, even met de scootmobiel de berg opgescheurd. Tenminste, ik ben er nog niet, maar bijna. En ja, get a load of this. Het is echt vet. Zo mooi hier al. Zo rustig. Ik ben in 8 kilometer nog maar één busje tegengekomen. Dus hij is 2000 meter hoog, geloof ik. 1900 nog wat. Ja, te gaaf. Rust hier. Nou mensen. Oh, boven de wolken lijkt wel. Het schijnt er meer te zijn.